Ik ben Iris Brands, ik werk bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft. Ik ben Annemarie Hogevorst, ik werk voor Kunstgebouw als projectleider, onder meer van de digitale scheurkalender Burgerschap. De digitale scheurkalender is een concept van het Kröller-Müller Museum dat wij gebruiken om aandacht te geven aan het onderwerp burgerschap op VMBO-scholen. En wij vliegen die aan vanuit de kunst- en de erfgoedonderwerpen. Dit is het item vrijheid van meningsuiting dat we hebben gemaakt. Het heet Mening of een Feit. En dat begint met het kunstwerk van kunstenaar Chris Ripkens. Het is een tool voor digibord. Dus het enige wat de docent nodig heeft is een digitaal schoolbord. En daar ziet hij een aantal foto's op staan. En die foto's staan voor onderwerpen. Klikt het aan en dan komt de eerste vraag. Dat kan een kijkopdracht zijn, het kan een discussieopdracht zijn. Het kan ook heel iets actiefs zijn. Er is zoveel erfgoed ook gedigitaliseerd en er staan van zoveel instellingen zoveel online. En het is superleuk om dat op zo'n toegankelijke manier aan zo'n tool te kunnen koppelen. Zodat leerlingen ook wat meer in aanraking komen met alles wat eigenlijk online te vinden is. Wat voor bronnen er zijn. Eigenlijk het eerste wat we hebben gedaan bij het begin van dit project is docenten gezocht die met ons mee willen denken. Want we vinden het heel belangrijk dat we voldoen aan de vraag en ook aan de praktijk van het onderwijs. Ja, dat is ook waar Kennisnet en NDE ons bij ondersteunen, bij het gebruikersonderzoek. Dus zij helpen mee met de test die wij doen in de klas en zijn daar ook bij. En dat is super waardevol, want we willen ook echt wel dat de digitale scheurkalender niet alleen aansluit bij de leraren en het curriculum, maar ook echt op de belevingswereld van die leerlingen. En verder vinden we de uitwisseling met de andere deelnemers aan het project heel interessant. We hebben al waardevolle opmerkingen gehad en ook contacten gelegd via dit netwerk. Wat ons nog te doen staat is vooral heel veel inhoudelijk leuke items maken, dus daar zijn we nu eigenlijk heel hard mee bezig. De ultieme droom is dat elke onderbouw VMBO-klas in Nederland een keer de digitale scheurkalender burgerschap heeft gedaan in de klas.